Goed mensen, ik ben Sam. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Fellowship. We zitten hier in mijn cave en oh mijn god, alles staat in de fik. Nee, we gaan weer gewoon lekker verder met Fellowship, want het is natuurlijk maandag 7 uur. Betekent weer een leuke Fellowship. Brons ingots stoppen wij hierin, want wij moeten heel veel brons hebben, zoals wij afgelopen vrijdag hadden gedaan. Waarvoor hebben wij dit nodig? Wij hebben het nodig voor een brons bloom. We hebben een blok of brons nodig. Nou, dat is echt van, dan moet je liquid basing cast nog wat nog hebben. Doen wij niet, wij gaan een blok of brons, moeten we wat normaal brons hebben. Dus ik mag niet alles koken. Shit, heb ik dat nou weer net gedaan? Heb ik alles serieus? Al mijn tin, heb ik dat nou? Oh nee, hier, ik heb hier nog wat tin. Tin oor, hoppakee. Tin oor ga ik er even in doen. Betekent dat mijn kool ook weer bijna op is. Dat is best wel crap. Mijn geluid staat wel erg hard voor mijn gevoel. Maakt niet uit. Hier, kijk, hoppakee, wat tin hebben we nodig. Niet al te veel, ik heb denk ik maar 2 nodig. Maar een bloem neemt inderdaad heel veel, zo, die stoppen weer in. Shit, dit werkt niet, denk ik. Werkt dit? Hallo? Nee, dit werkt niet. Deze tin oor werkt hier niet bij. Shit, dat betekent dat we weer wat tin moeten hebben, I guess. Want we hebben niet genoeg koper dan. Nee, dan gaan we ook even snel even wat tin halen, want we hebben niet genoeg. En torches, dat hebben we wel genoeg. Ik ga ondertussen even mijn berries even plukken. Want jongens, wat we precies gaan doen is... is best wel leuk eigenlijk. Wat we vandaag gaan doen, als het me allemaal lukt in 1 episode te proppen dan... is een copper bloom maken. Of een brons bloom, sorry. Het heet een brons bloom, geen copper bloom. Dat gaan we maken. En wat hebben we daaraan? Dan kunnen wij normaal iron maken. En wat hebben we aan normaal iron... Nou, dan kunnen wij dus een pickaxe mee maken. En met die pickaxe kunnen wij dus zorgen dat wij gold kunnen mijnen. En wat hebben we aan gold, Sam? What the fuck, gold? Je hebt daar totaal useless. Nou, ik zal het even laten zien. Gold ring. Het is Lord of the Rings, hè? Dan heb je natuurlijk een gold ring nodig. There you go. Ik heb gehoord, als je die dus in lava doet, 1 lava pool, dan kan jij dus naar de overworld, of naar de middle, of hoe heet dat ook weer? Middle Earth, sorry. Dan kan je dus naar de Middle Earth. En daar wil ik heel graag naartoe. Ik bedoel, kom op, Middle Earth, ik, Sam, naar Middle Earth, dat willen we natuurlijk. Dus, ik ga zorgen dat we dus dat voor elkaar krijgen. Ik weet niet of dit allemaal in 1 aflevering past, maar we zullen wel zien, anders gaan we morgen gewoon weer lekker verder. Ik hoor schapen. Maar we komen niet voor kool. Ik heb altijd iron heb ik zo meteen nodig. Want ik heb iron nodig. En ik heb heel veel iron nodig zo meteen. Maar niet dit iron. Ik vraag me hoe heb ik dat iron dan anders gehakt? Want ik heb iron sowieso gehakt. Alleen, hoe dan? Waarschijnlijk had ik al een iron pickaxe gemaakt of zo. Nee, ik heb nu tin nodig. Ik heb heel veel tin nodig. Oké, dat is dit plekje weer. Hier willen we niet naartoe. Ruby. Dit liep als het goed is dood. Ja. Nee, ik heb heel veel ruby. Ik heb heel veel tin nodig. Voor mijn bloem. En dan kan ik dat daarin doen. Kan ik nog meer brons maken. En dat hebben we uiteindelijk nodig. En ik heb het gevoel dat ik rondjes zit te lopen. Weet je dat? Wauw. Mensen vroegen mij af nog steeds van... Sam, jij speelt Medieval Modpack. Waarom geen Fellowship? Het is niet de originele dan. Jawel, alleen het verschil tussen Fellowship en de andere. Je hebt Fellowship en je hebt dus Medieval. Ik speel Medieval, alleen het heet nog steeds Fellowship. Klinkt heel raar. Het is gewoon... Medieval is gewoon net even iets uitgebreider. Het is iets lastiger, het is iets groter. Het is eigenlijk net als Tech It en Feed the Beast. Je hebt Tech It, dat is alleen maar machines meestal... En je hebt Feed the Beast. En dat is iets uitgebreider. En dat is eigenlijk net als wat we hier doen. Ik speel eigenlijk Feed the Beast. Om zo te zeggen, om te vergelijken. En Damien, die speelt dan wel de echte Fellowship. Dus als je echt benieuwd bent naar de echte Fellowship, ga naar Damien kijken. Die van mij is iets uitgebreider met mijnen, zoals je ziet. Om echt koper en tin te mijnen, hebben we echt machines en dergelijke nodig. Moeten we mengen met elkaar en weet ik veel wat. Ik vind dat persoonlijk wel hartstikke leuk. En ik vraag me ook af, ik zat even na te denken. Zouden jullie het leuk vinden als het zoiets, zo'n mod... Ik weet trouwens echt niet waar ik naartoe loop. Zo'n mod, dus... De mod heet Mine Fantasy. Dus dat wat. Het maakt allemaal iets moeilijker om zo te zeggen. Zouden jullie dat leuk vinden? Willen jullie daar meer van zien ook in Project Lotre? Dus dat we de Mine Fantasy in Project Lotre gaat stoppen. Dat het mijnen allemaal stukken moeilijker wordt. Ik persoonlijk vind het een super vet idee. Waarom vind ik het een vet idee? Omdat het. Ja, zoals ik al zei, het wordt allemaal net even een tikkie lastiger. En als je het lastiger gaat maken, is het niet makkelijk om te zeggen van hey. Kijk, ik heb nu 20 iron. Heb ik even geflanst in elkaar. Hoppakee.
Ja, nou, dat is bullshit. Snap je? Dus ik wil gewoon zorgen dat ik... Dat het niet te makkelijk is. Dat het wel lekker moeilijk wordt. Oh god, man. Ik zie hier echt totaal niks. Gewoon deze cave hier, waar ik zit. Naba. Helemaal niks. Echt helemaal niks. Dus we gaan gewoon in mijn huisje. Ik ga denk ik de volgende aflevering, voordat ik naar Middle Earth gaat, ga ik dan ook nog even dit fixen. Want jullie vragen waarschijnlijk af, Sam, waarom maak jij hier je huisje dan en niet in Middle Earth? Nou, dat is een goede vraag. Waarom in godsnaam heb ik dat gedaan? Omdat ik het leuk vind om in twee realms mijn huisje te hebben. Ik wil een huisje in Middle Earth hebben. En ik wil een huisje hier hebben. Dus ik ga zo meteen, als ik daar in Middle Earth ben, ga ik gewoon meteen leuk een huisje maken in de ring. Dus waar de ring omheen staat, daar ga ik omheen een huisje maken. Het lijkt me wel een leuk idee. Ga ik hier ook doen. Ik ga niet ergens afgelegen mijn... Oh shit, ik heb wat tin gevonden, denk ik. Ik ga niet afgelegen ergens mijn huisje maken. Nee, ik ga echt gewoon op de ring een huisje maken. Lijkt me wel een tof idee. Nee, het is aluminium. Hebben we niet nodig. Dat hebben wij niet nodig. Wij hebben andere spul nodig. Wat is dit eigenlijk? Wat is dit? Aluminium Oreberry Bush. White chocolate, stond dat er nou? Ja, white chocolate. Oeh, super lekker. Dat vind ik wel lekker. White chocolate. Wat is dit? Oh, dit is zo'n concentrated nog wat. Iemand zei dat we daar XP van kregen. Ik ben benieuwd. Ik heb het al eens geprobeerd om te eten, maar het lukte mij niet. Dus ja, houd het snel op. Dat koppen wat ik allemaal zie, dat neem ik inderdaad niet mee. Dat hebben wij ook niet echt nodig. Dus een beetje useless om dat allemaal mee te nemen. Oeh, wat is dat voor oor? Dat is een andere oor dan dat. Dus ik ben benieuwd wat dit is. Dit is koperoor. Oh, nou, dan hebben we dat niet echt nodig. Aluminium, weer. Dat hebben we ook niet echt... Getaway, bed. Bed, getaway. Aluminium, nee, ik heb geen aluminium nodig. Ik wil tin hebben. Tin. Heel veel tin. Oeh, daarboven misschien. Zal dat tin zijn? Ik denk het niet. Dit is denk ik ook aluminium. We hebben nog echt helemaal niks aan aluminium. Dus dat hebben we ook niet echt nodig, snap je? Beetje useless. Nee, dan gaan we weer naar buiten. Daar is nog een cave. Nee. Ik heb gewoon heel veel aluminium nodig. Uiteindelijk, denk ik. Aluminium. Even kijken. Aluminium ingot. Wat kunnen we daar allemaal mee maken? Oh, dan kan je bedden en zo. Of bedden. Ik denk dat je daar uiteindelijk een wc en zo van kan maken. Dat is op zich wel leuk. Dat is echt wel leuk om te doen. Wat is dit? Was dat ook... Het zijn allemaal verschillende kleuren. Dat verwart me enorm. Ik heb als het goed is nog wat kool. En ik heb als het goed is nog wat sticks. Zo, hoppakee. Dan kunnen we gewoon nog lekker lang doorgaan. Ik zie... Nee, dat is ook aluminium. Hebben we ook niet nodig. Waar blijft de tin? Oké, jongens. Na een paar minuten zoeken. Nou, ik zeg een kwartiertje zoeken. Heb ik daar eindelijk wat iron gevonden? Hierzo. Ik had alleen mijn pickaxe was bijna kapot. En die heb ik nu als het goed is ook meteen weggegooid. Dus ik heb een nieuwe gemaakt. En ik ben helemaal gewoon terug hier in mijn fortress. En hier zat gewoon de hele tijd iron. Dus dat is best wel chill. Want ik ging terug om mijn pickaxe te veranderen. Ik ben echt al een half uur bezig ongeveer om mijn pickaxe te veranderen. En ik zag daar gewoon iron of tin. Dus ik hoop dat dit het goede tin is. Zo niet, dan is het best wel crap. Ik heb ook andere tin gevonden trouwens. Alleen dat was niet het goede tin. Alleen dat heb ik er lekker uitgelaten. Dat krijgen jullie niet te zien. Maar kijk, ik heb hier... Ja, hier dit tin. Ik heb het verkeerde tin heb ik weer gehaald. Dus je hebt drie verschillende tin. dus ik had allemaal verkeerde tin. Maar ik heb nu het goede tin. Kijk, hoppakee. Tinoor. Die gooien we in de furnace. Oh ja, en dat was ik vergeten. We hebben geen kool meer. Dus wat ik even ga doen, ik ga meteen wat kool verzamelen. Even kijken waar ik het kan vinden. Kool is niet zo moeilijk om te halen. Dat vind ik als het goed is. Binnen nu en 10 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Nee, maar ik vind wel allemaal andere... Ja, jawel, hier, kijk, hoppakee, net binnen 10 seconden. en ik ben hier nog nooit geweest. En als ik hier tin ga vinden, dan word ik boos. Word ik boos. Niet leuk. Oh, ik ben hier wel geweest. Oh mijn god, ik vind hier ook nog tin. oh nee. Ik vind hier ook gewoon nog tin. Ik liep gewoon ergens random naar beneden om even snel wat kool te halen. En ik vind hier gewoon nog meer tin. Oh, ik hou van dit spel.
Soms is het een en al echt een en al random. Maar ja, kan je niks aan doen. Gewoon kool pakken en verder gaan. Blij wezen met wat ik heb. En ik ben ook hartstikke blij, want ik heb genoeg en ik heb bijna een koppenbloem. Kunnen we daarmee eindelijk wat iron maken? Kunnen we gold hakken? Betekent dat we een gold ring kunnen maken? Betekent uiteindelijk dat we lekker naar de Fellow of naar de Middle Earth kunnen. Wat gaan we bij de Middle Earth doen? I have no clue. Mensen zeiden van, Sam, ga je bij de goede of slechte horen? Ik ga natuurlijk bij de slechte horen, want dat vind ik natuurlijk hartstikke tof. En dat heeft niks te maken met Project Lotteren of zo. Als je het afvraagt van, oh mijn god, Tom gaat bij de slechte. Oh mijn god, je hoort nu sowieso bij de slechte. Nee, want dat hebben we nog niet besloten. Dus, ik ga nu omhoog. En we gaan zorgen dat we dat tin in handen krijgen. En ik moet gaan nischen. Ik voel een niche aankomen. Nee, toch niet? Jawel. Nee, bijna. Oh. Tjew! Zo, hè. Gezondheid, dankjewel jongens. Is dit tin? Ja, dit was ook nog tin oor. Oh, hier nog meer tin oor. Ik vind die echt... Oh mijn god, dit spel, jongens. Dit spel. In ieder geval lekker veel kool. Lekker veel tin. Heb ik nog wel lekker meegenomen. Is mooi meegenomen, om zo te zeggen. Want ik heb nu 10 tin. En misschien later heb ik het wel nodig. Zo, ik heb ook genoeg van alles. Dus dat betekent dat we omhoog gaan. Ja, ik pak hier, hoppakee. We gaan lekker omhoog. We gaan zorgen dat we hier zo snel mogelijk weggaan. Want ik vind het hier niet meer leuk. Ik vind het eng. Straks hier, dat geluidje al. Dat bedoel ik. Dan kunnen we zo meteen in ieder geval wel lekker wat iron hakken. En dat heb ik echt, dat heb ik gewoon nodig. Dat heb ik gewoon serieus nodig. Kijk, hier nog meer tin. Waarom vind ik ineens nu zo fucking veel tin? Wat is dit tin? Is dat koper? I don't know. Waarschijnlijk vond ik net ook al heel veel tin, maar dat heb ik gewoon niet meegenomen. Want het lijkt allemaal ook zo op elkaar. Dus mijn excuses daarvoor, als ik ineens dacht dat het koppen was, maar het was uiteindelijk tin. Waarschijnlijk heb ik dat wel een keer gedaan. Ik ga het zo meteen even terugkijken in de footage. Waarschijnlijk heb ik dat gedaan, maar ik weet het niet 100% zeker. Dus mijn excuses als dat is gebeurd, zo niet. Het is een hartstikke leuke filmpje geworden, al zeg ik het zelf. Want ik hou gewoon van lekker mijnen. Dat vind ik gewoon lekker. Lekker ouwe hoeren, lekker mijnen. Dan komen we hierboven weer. En wat vinden we hier? Moet ik deze kant op? Dan ben ik gewoon weer terug bij mijn huisje. Kunnen we eindelijk die copperbloem maken. En dat ga ik nu ook gewoon allemaal in één filmpje proppen. Want dat vinden jullie natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk om te zien. Even kijken, dan hebben we hier wat tin. Hoppakee, tin stop ik hierin. En copper stop ik wat hierin. Niet veel. Maar wat? Stop ik hier ook nog wat copper in. En... Ja, dat was... Oh, shit. Dat was het denk ik wel. Nou, ga weg. Hoppakee, ga kapot. Ik wil misschien ook nog wat aluminium hebben. Dus dan is... Wat ik ga doen, is ik stop hier wat aluminium in. Hoppakee, dat gaat smelten. Ik heb hier tin ingots. En dat stoppen we als het goed is wat met... Koper en tin bij elkaar. Oh mijn god, ga je menen dat dit ook niet werkt? Met wat voor tin heb ik het dan nodig? Hier, tin. Je hebt zoveel tin... Je hebt deze tin en deze tin. En ze werken alle drie niet. Tin, ingot. Kijk, je hebt deze tin, deze tin, deze tin. Misschien is het de verkeerde koppen wat ik heb. Nee, want deze koppen die werkt wel gewoon. Zou je het... Oh, wauw, ik krijg daar heel veel XP van trouwens. Zou je het hiermee kunnen maken? Nee, dat kan weer niet. Ik kan... Misschien heb ik ook gewoon de verkeerde koppen hoor. Maar dat... Ik denk het niet. Deze tin werkt niet. Ik heb hier nog tin en ik heb hier nog tin. Deze halen we weg. Doen we deze erin. Oh, wacht. Ik vergat dit. Oh, dat is wel deze tin. Oh, nou, we hebben even... Nou, het was dus uiteindelijk allemaal wel goed. Hoppakee. Sam, je bent lekker bezig vandaag. Thank you very much. We hebben in ieder geval nog eentje nodig. Dan hebben we als het goed is alweer genoeg. Wat heb ik hier? Oh, ik had hier nog meer koper in zitten. Oké, super chill. Ik heb hier mijn iron zitten. Ik stop hier mijn gear ook even bij. En al mijn troepjes, behalve dit. Dit heb ik nog nodig. Dit gaat lekker zijn gangetje. En dan kan ik de crafting bench, kan ik de bronze ingots, kan ik een blok mee maken. Wat we nu dan nodig hebben, is een bronze bloem. Sorry, ik zeg het elke keer verkeerd. Dus wat ik even moet doen, is dit kan allemaal weg. Hoppakee. Dit kan ook weg. En dit kan ook allemaal weg. Dit ga ik even allemaal weghakken. Waarom dat? Omdat ik dit ergens anders ga plaatsen. Ik ga mijn copperbloem ga ik even iets anders plaatsen. Want ik wil eigenlijk mijn huisje wil ik ook meteen mooi maken. Zo. Hoppakee. Dit is ook weer goed. Ik leg mijn copperbloem hierachter neer.
Oh, moet ik hem wel eerst gaan maken. Dan hebben we als goed is ook nog een hammer nodig, toch? Ja, ik heb een hammer nodig. En dan moet ik een plank en een wrought iron hebben. Nou, dat is niet zo moeilijk om te maken. Dat kan ik nu zelfs gewoon maken in mijn inventory. Hoppakee, ik heb een hammer. Gaan we hier naartoe. En ik weet niet precies hoe dit werkt. Een bronze anvil. Oh, je hebt een bronze anvil nodig. Oké, laten we een bronze anvil eerst gaan maken. Die is niet zo moeilijk. Dat is gewoon zo. Hoppakee, bronze anvil. Poppen we die ernaast. Oh, is precies hetzelfde. Oh, nou ja. Hoe maken we een bloem? Dat is heel makkelijk, I guess. Dat is hier 4. En dat is hier 4. En dat is de bloem hier zo. Dat is deze hier. En daarboven nog ook 3. Zo. En dan moet de hamer moet ergens. Dat is toch zo goed, of niet? Ik weet het normaal. Moet die hamer ergens proppen, alleen ik weet niet waar. Waar moet ik die hamer proppen? Brons anvil. Hij zou het toch goed moeten doen, nu? Of ben ik nou gek? Oh, misschien moet ik erop slaan. Oh, fucking vet. Kijk, ik moet erop slaan. Zo, nou, dus nu moet ik... Ja, ik moet er heel hard op slaan. Dus, let's do this. Ik ga met 2 vingers ga ik erop klikken. Is hij al bijna klaar? Nee, dat gaat echt heel lang duren. Wauw, nou jongens. Ik ga even ondertussen ga ik dit maken en ik ga dit lekker doorspoelen. Dus here we go. Oh, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Nog maar een paar keer klikken. En ik denk dat hij dan klaar is. Ik heb echt in totaal denk ik 2.000-3.000 keer geklikt. Het is echt ontiegelijk veel. 3 hammers er bijna doorheen. Maar op zich vind ik het ook wel weer grappig om te doen. Ik bedoel, kom op, het is wel een beetje realistisch om zoveel om een bloem te maken. Dus ik vind het wel leuk. Kijk, hij is nog maar 1 paar keer slaan. 1, 2, 3. Hij is klaar. Nee, toch niet. Helaas. Ik vind het in ieder geval wel tof. Ik zal even kijken of hij zo meteen wel klaar is. Niet dat ik gewoon straks useless heet dat zit te slaan. Ik denk dat het mijn 3e hamer nog kost. Ik denk het wel. Ik denk dat het nog maar deze hamer kapot is en dat hij dan helemaal klaar is. Want anders hoor je dit. Hoor je dat? Anders hoor je dat. Ah, hij is klaar. There you go. Bronsbloem. Jongens, we hebben het gehaald. Een bronsbloem. Ik leg hem lekker hier neer. Bam. Hoppakee. Ik ben er hartstikke blij mee. Super chill dat hij eindelijk af is. Betekent dat we eindelijk normaal iron kunnen smelten, jongens. Super chill. Om dat te doen, ik zal het even demonstreren. Even kijken, je pakt gewoon wat iron. En je doet dat hierin. En je doet het hierin. En als het goed is, zou hij dan moeten doen? Nee? Nee, dan moet er waarschijnlijk nog wat bij. Even kijken, iron. Ik zal het even opzoeken. Waar staat het iron? Hier zo. Hoppakee. Oh, je moet er 2 kool naast doen. En dan hier. Kijk, there you go. En dan krijg ik, als het goed is, gewoon normaal iron. We zullen het zien. Ja, yeah. Ik heb normaal iron. Het werkt, jongens. Ik ben hartstikke blij. Ik zou zeggen, hartelijk bedankt voor het kijken van deze aflevering van Fellowship. Als je hem leuk vond, vergeet dan even niet op dat groene duimpje te klikken, want het helpt ons enorm vooruit. Zou ik ook hartstikke leuk vinden als jullie dat zouden doen. Dan zou ik zeggen, tot morgen om 7 uur. Jongens, ik zeg peace.